Brabant. En dan zag je er allemaal in. Ja. Hele grote stallen. Hele grote weilanden, niks erin. Niks erin. En al die koeien staan op stal. En dat zijn nu al bijna 500.000 koeien in Nederland nooit meer buiten komen. Ja. Daar willen we een eind aan maken. En hoe willen we dat doen? iedereen weet wij in de supermarkt, daar, als je verse melk komt, dan staat er zo'n weidemelkgarantie op. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Die melk komt van koeien die minimaal 120 dagen, 6 uur per dag in de wei hebben gestaan. Maar dat is maar een heel klein deel van alle melk. Onder andere Albert. Eigenlijk alle supermarkten hebben dat wel. Maar het is maar een heel klein deel van de melk die geproduceerd wordt. De verse melk is 10-15% van de melk die wordt geproduceerd. De meeste melk, 55%, gaat in de kaas zitten. Dus wij willen, net zoals voor de verse melk, willen wij ook voor de kaas dat er een weidemelkgarantie op komt. Zodat de meeste melk in Nederland gegarandeerd van weidemelk gemaakt wordt. Dus wij zijn bezig met kaasmakers, kaasproducenten en kaasmerken om hen te stimuleren van schakel nou over op weidemelk en zet dat op je product. En we zijn in constructief gesprek met een aantal kaasmerken die nu stappen gaan maken om het gebruik van wat wij noemen binnenmelk dat uit te faseren, zodat zij over een tijdje gegarandeerd kaas van weidemelk maken. Maar het is nog een lange weg te gaan en we hebben daar eigenlijk iedere hulp bij nodig. Dus aanstaande donderdag lanceren we met een paar topkoks een pledge dat zij alleen nog maar kaas gaan gebruiken van weidemelk. En we willen eigenlijk dat mensen dat ook gaan doen. En dat mensen via onze website kaartjes gaan bestellen om die aan restaurants te geven, aan kaasspecialisten te geven, bij de supermarkt op te hangen om te vragen om kaas die binnenmelkvrij is. Die is gemaakt, gegarandeerd van weidemelk. En als we dat met z'n allen doen, dan komt er druk. Nu voelen ze al de druk. Maar die druk moet alleen maar groter worden, zodat ze ook echt die stappen blijven maken. En dat ze stap voor stap omschakelen. En dat we, die trend, dat we die kunnen omkeren. Ja. En dat we juist de bedrijven weer kunnen laten overschakelen op weidegang. Maar dat gaat niet in één nacht. Dus we blijven hier de komende jaren keihard voor werken. Maar we denken wel dat... als je het vraagt ook aan Nederlandse burgers, iedereen vindt dat de koe in de wei moet komen. Ja, je ziet het ook met die koeien. Precies. Dus we denken dat we de tijdsgeest mee hebben. En als we genoeg mensen kunnen mobiliseren, dan gaan we er komen. Gaan we doen. Heel goed. Ja. Dus hou onze website in de gaten. Ja. Abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan. Heel goed. Dan zijn we heel blij. Dan dit krijgen. Voor de koeien. Ja, er is helemaal niemand nog. Kijk, daar komen ze nog. Nou, dat was ze. Ze hebben het gras bereikt. Ja, ze gaan hier maar niet verder. Nou, dat blijft niet sterk. Je moet een paar enthousiastelingen af. Ja, de eentje, eentje loopt voorop. Ik zie er eerst. Kijk. Wauw! Zet hem op, Dennis. Nu kan je ze niet aangaan. Kijk hoe ze Kijk, ik heb een foto gemaakt. Ik heb een foto gemaakt.
Als ze hier lopen, hier kunnen ze eigenlijk lopen. Zo met de gaten. Ja, wat denk je, jongens? Kijk eens. We gaan ze allemaal, hè? Eentje de koe. Dat ben je. Een stier! Een meisje die hoort. Wat is toch hier in de neus? Wat is het? Daar een grijze poeltje aan. Ik ben een stier. Ja.
Ja, daar komt je dan. Ja. Ik ga niet alsjeblieft.